Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In eerste instantie komt nog veel bewolking voor, zeker in de noordelijke helft van het land. In het zuiden komen al opklaringen voor. In de loop van de dag breiden die opklaringen zich noordwaarts uit en gaat overal van tijd tot tijd de zon schijnen. Het blijft ook droog en het is uitzonderlijk zacht voor deze tweede kerstdag. Het wordt 13 tot plaatselijke 15 graden. En dat alles bij een matige en zeekrachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6. Vanavond en komende nacht gaat de bewolking vanuit het noorden weer toenemen. Het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen overdag valt in het noorden een klein beetje regen. In het midden is het bewolkt maar droog. En ook in het zuiden is het droog en schijnt misschien af en toe de zon. Het wordt 11 tot 13 graden. In eerste instantie waait nog een matige en zeer krachtige zuidwestenwind. Maar later op de dag neemt de wind behoorlijk af. Op maandag is het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd bij een graad of 11 En een matige aan zeevrij krachtige Zuidoostwind. Op dinsdag en woensdag kan er enkele bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.